Ik kreeg de vraag toegestuurd over hoe je nu foto's maakt zoals David Hamilton dat deed. Allereerst, wie was David Hamilton? Dat was een Britse modefotograaf. Hij is overleden in 2016 en hij werd wereldberoemd met droomachtige, wazige portretten van vaak naakte meisjes. Hij heeft tientallen miljoenen posters en boeken verkocht en behoorde in de jaren 70 en 80 tot de beroemdste fotografen ter wereld. Wat is nu zo kenmerkend aan zijn stijl? Hij heeft een bepaalde zachtheid over zijn foto's heen liggen. Een bepaalde softness op zijn Engels gezegd. En die zachtheid die kun je eigenlijk al maken bij het origineel. Als je de foto's analyseert, zijn de lichtbronnen vaak mega groot. Grote ramen als lichtbron, dus licht wat helemaal om de modellen heen krult en dat al heel veel sterke schaduwlijnen weghaalt, dan krijg je al zacht licht. Maar daarnaast deed hij ook nog iets anders. Hij gebruikte technieken om zijn foto's al een bepaalde waas, een bepaalde vaagheid mee te geven. Door bijvoorbeeld een penti over de lens te trekken. Of een ander voorbeeld door een beetje vaseline te gebruiken. En dat smeer je dan op je filter, niet op je lens, want het is een puinhoop om eraf te halen. En met een klein laagje vaseline maak je het beeld ook zachter. Maar hoe doe je dat in Photoshop? Dat is namelijk de essentie van dit kanaal. Ik begin met deze foto. Deze foto hierop is het model scherp en de achtergrond is een beetje wazig, maar niet al te wazig. En dat ga ik dus in Photoshop laten zien. De eerste stap is mijn laag omzetten naar een slim object. En ik dupliceer hem eerst even met de sneltoets CTRL J, zodat ik straks nog heel snel het before en after kan laten zien. En je klikt er met rechts op en je kiest daarvoor omzetten in slim object. En waarom doe je dat? Zodat we altijd nog terug kunnen naar het origineel of eventueel nog iets aan kunnen passen bij onze filters. Want je gaat hier filters voor gebruiken. En het filter wat je moet hebben dat vind je hierboven bij filter en dan heb je daar de galerie vervagen en dan heb je veld vervagen staan. Er opent zich een nieuw venster en je ziet de foto wordt eigenlijk al een klein beetje softer. Nou, je kunt namelijk gewoon hier op vervagen klikken. Om de foto zachter te maken. En als je dat op 0 zet, dan gebeurt er niks. En je ziet in de foto dat er een bepaald punt is. En dit punt kun je verplaatsen. Als je in het midden gaat staan, dan wordt je muis zeg maar, van een ja, punaise met een plusje. Wordt het een pijltje met een punaise. En als je de muisknop ingedrukt houdt, kun je dit bij het gezicht neerleggen. En je zorgt dat de vervaging op 0 staat. We kunnen nog meer van dit soort punten toevoegen, bijvoorbeeld hieronder. En je ziet, ik krijg hieronder een nieuw punt, maar ik heb ook nog steeds dat punt op het gezicht. En ik kan bijvoorbeeld hier bij dit punt links onderin, dat is nu geselecteerd omdat er een beetje een cirkel omheen staat, kan ik het vervagen, erger maken. En je ziet, als je dat doet, wordt het dus linksonder vager, maar het gezicht blijft redelijk intact. Je te ver, dan ga je het een beetje door elkaar blenden en dan wordt het ook niet fraai, dus subtiliteit is hier ook gewoon het magische woord. Ik hou het rond de 70 en ik voeg er hier rechtsonder ook nog een toe en die zet ik ook rond de 70 zodat de vaagheid onderin een beetje gelijk blijft. En ook hierboven maak ik een nieuw punt wat ik rond de 70 zet, net als linksboven en ook dat gaat rond de 70 en nog steeds is haar gezicht omdat daar ook een punt op staat. Je kunt erop klikken. Dan ga je naar dat punt. Um, je ziet daar staat de vervaging dus op 0 en daarom is haar gezicht ook scherp. Ben je hier tevreden mee? Klik je gewoon hierboven op oké OK en het wordt toegepast. En je ziet het verschijnt eronder bij. Ik ben nog niet helemaal happy. Dus ik dubbelklik even op het woord galerij vervagen. En hierboven voeg ik ook nog een puntje toe. Die zet ik ook rond de 70. En hier aan de linkerkant pakken we er ook nog eentje bij. Zo vind ik hem beter. En je ziet, ik heb dus gewoon een bepaalde vaagheid over mijn foto, terwijl Photoshop het weer opnieuw uitrekent. Ik heb dus een bepaalde vaagheid over mijn foto, behalve in het gezicht. Het gedeelte wat je als fotograaf van een modelfoto vaak het belangrijkste vindt. Je wil dat de aandacht op het gezicht van het model komt. En toch heeft dit een bepaalde vaagheid. Ga ik even naar het origineel wat we hadden, dan zie je dat er al een heel verschil in zit. En technisch weet je dat het niet klopt. Het gezicht is scherp, maar als je in hetzelfde vlak kijkt, haar jurk is bijvoorbeeld onscherp. Nou, dat soort effecten kun je met tilt shift bereiken, maar dat zou je dus ook in het origineel kunnen bereiken als je de helft van je filter voor je lens met vaseline in zou smeren. Maar het kan dus ook digitaal. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei-doei.